Mijn naam is Lodewijk De Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed. Hoop ik was hier live. Als er iets volledig uit de tijd is, dan is dat wel het fokken van trekpaarden. Het kost je handen vol en het slorpt al je tijd op. En vandaag letten we op de centen en willen we alles nu en direct. Maar het fokken vraagt jaren geduld en een goede stal neemt generaties de tijd. Dat perspectief en engagement zijn volledig kwijt en is meteen de doodsteek voor heel wat tradities. Dit weerhoudt Andreas van Heitenietje in deze uitzending te vertellen hoe je aan het fokken van Belgische trekpaarden begint. Eh, goeiedag. Goeiedag. Ik ben Andreas van Gijt uit Moerzeke. Ik ben gebruiker en fokker van Belgische trekpaarden. En ik kan toch wel zeggen dat in de fokkerij dat ik mij wel voor een stuk laat beïnvloeden door het gebruik van de trekpaarden. Uh, de, het, het paard dat je op, je op je bedrijf of op je hoofd hebt. Uh, in de landbouwschool vroeger zei men altijd, fenotype hey, is genotype plus het milieu interactie. En dat, dat klopt volledig. Je kan veel dingen... Uh, inkweken of uitkweken, veel dingen zijn genetisch bepaald, maar de opfok uh, van uw dieren, het gebruik van uw dieren, dingen ja, die, die, die een diener meemaakt, ook buiten uw wil om soms, uh, zijn allemaal van invloed op hetgeen u uiteindelijk uiteindelijk resultaat zal zijn in de fokkerij. Um, voor als jonge fokker te beginnen uh, zou ik toch wel aanraden: um, een goede moederlijn is de basis van alles, een, een sterke moederlijn, daar, daar kun je op voortbouwen. Een goed paard kunnen kopen. Maar een goed paard fokken, dat is nog niet zo simpel. Uh, een goed paard fokken, dan moet je voor eerst en vooral jezelf veel tijd geven. Je moet niet denken dat je met een eenmaal te fokken of met tweemaal te fokken, dat je daar direct uh, een kampioen tevoorschijn kunt gaat over. dat kan een keer lukken, dat kan ik in een, een toevalstreffer zijn. Maar als je met een goede moederlijn begint, een paard met een goede moederlijn, dan zit je toch al, al, al goed op weg, dan heb je toch al een stevige basis. <laughs> Wat ik ook zou willen meegeven, eigenlijk de compensatiekruising, dat is eigenlijk. De beste manier voor ergens te geraken. Wanneer je bijvoorbeeld zegt: Ik wil een paard euh, hebben met een ja, sterke rug, zou ik maar zeggen, en je merrie is iets minder sterk van rug. Ja, dan ga je op zoek naar een angst die natuurlijk uitermate sterk is in die bovenbouw. Maar ik zou over die compensatiekruising toch één ding willen zeggen: Je kunt compensatiekruisingen doen met individuen, met dieren op zichzelf, maar je kunt ook compensatiekruisingen doen met bloedlijnen. En dat geeft een veel grotere zekerheid op hetgeen je uiteindelijke resultaat zal zijn. Wanneer een bloedlijn een bepaald kenmerk sterk vererft, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, je hebt een bloedlijn die bijvoorbeeld een zeer mooie halsimplant uh, heeft, en dan mag dan een keer een paar tussenkomen in, in die in die bloedlijn, met een mindere halsimplant, je mag daarmee voortvolgen, dat is geen enkel probleem, dat komt terug. Goede eigenschappen komen steeds terug. Ook al is er een, keer een, een bepaald element of individu in die, in die bloedlijn dat toch... Een ander kenmerk heeft, toch zal dat in die na, in die na -fok terugkomen. Dat is, dat is altijd zo. Daar moet je geen schrik voor hebben. En ook, ik zeg het ja, in de fokkerij, je moet ook een beetje je eigen, je eigen gedachten, uh, hetgeen dat je zelf graag hebt, daar moet je naar fokken. Je moet niet fokken voor een ander. Ik zeg altijd: je moet fokken voor jezelf. Dus heb je 365 dagen per jaar. Plezier en leuke aan je paarden. En die prijskampen is mooi meegenomen. Maar dat zijn maar een keer momentopnamen op een jaar. Dat zijn een keer ja, drie, vier, vijf. Of voor sommige mensen misschien meer. Maar dat zijn maar een paar dagen op een jaar. Maar thuis moet je, moet je plezier beleven aan je paarden. Dat is het voornaamste. En ook... Uh, wat ook belangrijk is, je mag de gezondheidskenmerken van de paarden uh, niet vergeten. Tegen mij heeft in een, een oude fokker gezegd: je mag alles proberen. Je mag een wit op een zwarte zetten, je mag een krommen op een rechte zetten, dat is allemaal geen probleem. Maar van zuivere bin, daar mag je niet van afwijken. Je moet paarden gebruiken met zuivere benen. Als je daarvan afwijkt, ja, daar zie je het einde niet meer van terug. Hier dat je dat er terug uitgefokt hebt, dat duurt generaties aan een stuk. En dat, dat is, is miseren, dat wil je niet, niet op je hof of op je bedrijf hebben. Uh, ja, zo, in de fokkerij is het ook een beetje zo, zoals in, in, in de gewone wereld. Uh, geschiedenis is eigenlijk een, een belangrijk vak op school. Je moet, geschiedenis moet je kennen van alles. Uh, geschiedenis van de paarden. Uh, je kunt je erin bekwamen gewoon door te lezen, door al de vakbladen, uh, door de, de studboeken, uh, al de tijdschriften over de trekpaarden. Je moet dat lezen. Je, je, je moet daar gebruik van maken. Ook, uh, ik keer praten met focus, focus, iets bewezen hebben of, of actuele focus, allemaal geen probleem. Maar je moet wel goed beseffen: je moet er de dingen uitrapen. Uit een uitleg die je krijgt, je moet de dingen uitrapen die je echt kunt gebruiken. Want we gaan niet altijd zeggen hoe dat de zaak zit. We gaan veel meer de zaak een beetje verbloemen. En daar moet je wel voor oppassen. Uh, maar ik zeg het, uh, je moet proberen uh, veel, veel naar keuringen te gaan. Maar ik zei het wel door je, door je eigen ogen kijken. Dus met je, met je eigen voorkeuren kijken, dat moet je steeds doen. Maar je moet zeker veel naar, 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 naar prijskampen gaan. Uh, naar, tja, naar tentoonstellingen, weet ik veel wat. En je moet echt be, beginnen bekijken. Uh, welke bloedlijn bepaalde dingen goed overheven, natuurlijk. In het belly streakpaard zit het momenteel wel zo dat die bloedlijnen zo nauw verwant en verband zijn. Ja, er is bijna geen verschil meer in bloedlijn. Dat is wel een klein beetje een probleem. Uh, maar ja. Je moet, toch, je moet toch bekijken uh, wat, wat voor jou het beste past. Hè. Heb je graag een groot paard? Heb je graag een iets fijner paard? Heb je een paard met veel uh, Ja, Sommige mensen zien zie graag paarden uit de kleine mate. Dat is geen enkel probleem. Als je dat graag hebt, voor wat niet? Voor wat niet? Uh, maar ik zou ook zeggen, ja, paarden die goed bewegen is toch ook altijd een, een groot voordeel. Uh, paarden met sterke voeten. Hè, zeer belangrijk, sterke voeten. Uh, ik heb zo zelf een paard gehad. Uh, dat was, ik durf dat zeggen, een van de mooiste paarden die, die, die ik op mijn NOF gehad heb, maar dat paard dat bro brokkelvoeten, die kon zelfs genoeg wijden op poten. Ja, dat zijn paarden, daar moet je niet mee verder volgen En dat zijn ook paarden ja, waar je eigenlijk in het gebruik niet veel mee kunt doen. Uh, maar dat zijn dingen die je handenweg natuurlijk leert. Ik zei het, uh, het gaat niet van de, eerste, van de eerste maal schot in de roos zijn. Nee, dat moet je niet verwachten. Uh, met trekpaarden, zowel als met andere paarden of met andere dienen, ja. Het fokken vo kost geld. Hè. Die er wil aan verdienen, ja, die, ja, die moet iets anders gaan doen. Fokken kost geld. Zo simpel, zo simpel is dat. Hè. We gaan nu bijvoorbeeld de, de kostprijs van de merrie niet meer rekenen. Als we, nou, als, we, als we zeggen, die Mary hebben we toch staan. Hé, die merrie, dat is ons hobby, we hebben die toch staan, we rekenen die niet mee. Dan het puur het fokken alleen met apart. Dan moet je rekenen, gemiddelde de gemiddelde dekgelden momenteel uh, in Vlaanderen liggen rond de 350 euro. Ja, 350, 400 euro. Daar ligt ongeveer het gemiddelde van de dekgelden rond. Wanneer je daar natuurlijk... Tegen als een merrie drachtig is, je veterinaire begeleiding bij ja moet je nog een keer rekenen op 100, 150 euro gemiddeld per paard. Ik spreek altijd over gemiddelden. Dus dan zit je al aan 500 euro eer dat een merrie drachtig is. Dan moet je toch rekenen een, een beetje extra bijvoeden, uh, vaccineren voor in op menu en zo meer. Uh, dan natuurlijk de kosten uh, rondom het vullen. Ik zeg maar, iets is een bezoek van de viarts, de, de inspuitingen die nodig zijn voor het vullen. Uh, uw inschrijving, die ongeveer ook al een klein 100 euro gaat kosten. Ja, ik denk dat je moet rekenen dat een vullen. Zonder de kosten van de merrie te rekenen, eigenlijk alleen het fokken van een vullen moet je rekenen. Rond de 900 euro gaat dat altijd zitten. Dat, dat vullen je kost. En daar spreek ik ook over malen een drachtige merrie en een levendig vullen elk jaar. En dan gaat dat komen naar 900 euro. Dan je niet de jaren rekenen waarbij dan een keer gestorven is of dat de merrie niet draadig is. Die, die jaren hebben ook geld gekost, maar je ziet geen vullen. Dus je, je gaat altijd moeten rekenen, als ik zeg het bij de trekpaarden, als op de vier jaar, drie jaar succesvol is, ja, dan moet je toch rekenen dat eigenlijk vullen, als we een als Echt vrij uitspreken, een vul kost je rond de 1200 euro als je alles rekent. Als je de slechte jaren ermee er in rekening brengt, moet je rekenen dat een goed levend vul kost je 1200 euro. Dat is zeer goed, dat is geen enkel probleem. Als je een merrievulm treft, dat je zegt ik wil dat ophouden voor mijn fokkerij, ik wil, dat, ik wil dat, dat vullen voor mijn eigen houding, dan is dat effectief waard. Ik vind een eigen fokproduct, daar heb je veel meer voldoening van als van een aangekocht paard, dat is zo. Uh, van een eigen fokproduct, ja, ja, daar kijk je naar, daar zit het trots op. Zo simpel is dat. Natuurlijk, ik zeg, je moet ook de jaren meerekenen dat er bijvoorbeeld engste vullens geboren worden. Ja, die engste vullens gaan nooit 1200 euro uitbetaald worden, dus dat zijn natuurlijk... Onkosten, dat zijn, dat zijn dingen die geld, meer geld kosten dan dat ze opbrengen. Maar dat moet erbij nemen, dat is, dat is fokken. Dat is, ja. Fokken is gokken, zo simpel is het. In deze tijd, in deze tijd als fokker, hebben, hebben, we moeten eerlijk zijn, wij hebben eigenlijk als gewone kleine fokker hebben we het liefst een merrie Met een kunnen we verder fokken. Van de hengsten ook, door de kunstmatige inseminatie en ook door de kleinere stapel. Uh, merrie stapel, bij de Belgische trekpaarden, hoeveel engsten zijn er nog nodig? In feite, als ze een keer per jaar tien... 10 hengsten uit een nieuwe jaar gaan komen per jaar, dat is genoeg. Als je daar rekent dat er ongeveer 500 vullens geboren worden, waarvan er 250 hengsten zijn, waar dat er eigenlijk maar tien van nodig zijn voor de fokkerij, dan is dat dan een, keer een tref dat je daarbij zit. Ten over hoe merrievullen, vullen, daar is veel meer vraag naar. Daar vragen de fokkers naar, geen fokkers die naar een hengst vragen, de, de, de vraag een keer een hengst nodig naar, maar ja, hoeveel is dat? Dat is een keer, Ja, één kans op de zoveel. Ja, dat is natuurlijk tof als je een, een gekeurde hengst zou kunnen kweken. Maar die kans is veel meer klein tegenover dat je een, een goede merrie kunt kun kweken die je dan ook een keer regelmatig uh, tegenkomt en ook voor je eigen fokkerij, je kunt hem verder kweken. Hè. Ja. Die waarde ligt hoger ook. Hè. Ja. Maar je moet rekenen een vuls uh, die verkocht worden op de ondertagen uh, van de mardi weg. We moeten rekenen uh, vul, dat een engste dat ligt rond de 600 euro tegenover die mardi Dat is ja, toch ongeveer de dubbele. Ja, 1200 euro. Goed, goed. Als, als, we, als we kwalitatief twee dezelfde paarden nemen, die twee dezelfde vullen, die kwaliteit, evenveel kwaliteit hebben, ga je voor een engstvullen 600 euro krijgen. En daartegenover moet je dubbel rekenen voor een merrievullen 1200 euro. Ja. Dus een, een drachtige merrie, ja. je moet rekenen, ja, de, de, de drachtuur van, de, van het paard is 11 uh, maand uh, Dus wanneer dat. Ik zeg maar, de grosso mode, u Mary drachtig is in, in mei. Zult je het jaar nadien, in de loop van de maand april, of als ze wat, wat overgaat, en hey, misschien begin mei zelfs, kan zijn dat het bijna een jaar duurt, soms, als de Mary wat overgaat. Dus dat je daarmee vullen komt, uh, hey, komt geboren te worden. Ik, ben nog, nog, ja, het is ook te zien wat je natuurlijk met je paard allemaal doet. Als je paard alleen maar in de weide moet lopen en naar vullen laten groeien, dan heeft, dat, dan heeft die merrie niet zoveel extra nodig. Ik zou zeggen, de eerste zes maanden van de dracht mogen u een beetje bijvoeden. Dat is geen enkel probleem, de eerste zes maanden van de dracht. Uh, maar dan, tussen de zes maanden dracht en de negen maanden dracht, zou ik eerder de merrie in een iets schralere conditie stellen. Maar dan de twee laatste maanden van de dracht mogen terug de merrie beginnen bijvoeden, terwijl van de melkproductie goed op gang te laten komen. En ook dat de merrie krachtig genoeg heeft om het vullen gewoon te laten worden. Je mocht natuurlijk de merrie niet in een overrijpe conditie zetten dat ze niet meer kan vullen. Ja, een merrie dat te vet is, ja, je kan dat vullen niet meer kwijt natuurlijk. Dat vullen wordt ook te zwaar. Maar de, de merrie moet toch een beetje bijgevoerd worden op het einde van de dracht, zeker die laatste twee man om die melkproductie te stimuleren. Omdat je ook moet rekenen dat. Dat vuil, dat op ondertagen dagen tijd, dus vullen zucht gemiddeld op 100 dagen, drie maanden en een half, hey, zoog dat, dat vullen bij de merrie. Je moet toch rekenen dat dat vulen dan van ongeveer van een 70 kilo naar bijna sommige vullens 180, soms 200 kilo gaan. Op drie maanden en een half tijd. Ja, die merrie moet natuurlijk dat allemaal kunnen geven. En als die merrie dan niet met een beetje reserve kan beginnen, ja, ja dan. Zoals we zeggen, in het vakjaar, van, ja, dan de zuchter de merrie op haar gat, zo simpel is het. En dat is ook niet vast, natuurlijk, voor de volgende maal drachtig te geraken. Dat is niet zo goed, Maar ook wat ik ook zou doen, dat doe ik ook steeds: dat is vaccineren voor rinopneumonie. omdat dit verwerpen tot gevolg kan hebben. Dat is een besmettelijke luchtwegeninfectie. Dus dat is een vaccinatie op de vijfde, de zeven en de negen maand. Ik ben daar nogal strikt in ja Wij volgen dat goed op. En wat ik ook zou zeggen, de merries in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk buiten. Een trekpaard is gemaakt om buiten te lopen. Niet beter dan dat. Want dat zou ik ook nog willen meegeven voor jonge voggers. Er is een trend, zeker onder de prijskampvoggers, is er een trend om steeds maar die vulns vroeger en vroeger op het jaar laten geboren te worden. Er is al sprake soms, begin februari, al februari, in maart, worden er al vulns geboren. Maar dat is de natuur niet. De natuur laat vulns geboren worden als het weer goed is. Als de vulns zich lang uit kunnen leggen, op een droge, mooie weide in de zon, dan moeten vulns geboren worden. Vulns moeten geboren worden in de mei, in juni, in juli. Dat is de moment. En al dat vroeger is, ja, je zit misschien met groot... Met voor de prijskamp, maar ja, wij is er allemaal voor vooraf gegaan van veel zorgen en veel verzorging extra die eigenlijk niet nodig is? Het vullen zelf, hier bij ons gebeurt het nog op de ouderwetse manier. Wij, wij, waken, nog, wij waken nog bij de merrie. Er zijn ook al moderne hulpmiddelen zoals detectoren, en sensoren en, en, en geboortemelden en zo meer. Ik, ik, ik heb het nog nooit niet geprobeerd, ik heb er nog nooit gebruik van gemaakt. Ik denk wel dat het zijn nut zeker kan bewijzen, maar ja, uh, wij ook voor onze, voor onze beperkte uh, wij, wij kopen ons dat niet. Maar ja, wij zijn ook nog een beetje van nauwe stempel en wij, wij, waken nog. wij waken nog bij de medisch. Dat wil zeggen, uh, ja, wij slaan de Maris hoe ga als we, als we beginnen veranderingen zien, voornamelijk aan de uier uh, of aan, of, of, of aan de, de kruisbanden van boven. Uh, ja, we slaan dat, ja, dat wat gaan. Het eh, voordeel is ook, wij werken nog met de marries en wij zien ook eh, tijdens het werken zien we veranderingen aan de merries. Bijvoorbeeld wanneer wij het morgens gaan werken met een merrie die einde van de dracht is. Want dat wil ik ook nog meegeven: werken met een paard tot het laatste uur voor de, voor de bevalling. Dat is geen, geen enkel probleem. Na, de, na het vullen zijn de best dat je merrie 10 tot 14 dagen gerust laat. Maar voor, voor het vullen geen enkel probleem tot de laatste minuut mogen werken. Men, je moet eerst met één ding oppassen, dat is in geploegd land waar het paard inzakt, daar ze de beste gaan een merrie einde draagt, niet laten werken. Uh, die stappen zijn veel te zwaar zeker ook bijvoorbeeld het, het, het achteruitgaan als je een, een keer moet naar achteruit komen, dat is wel gevaarlijk uh, om uh, vullen vroegtijdig te laten afkomen. Maar anders uh, ik zeg het, wij zien het goed als we met een merrie gaan werken en normaal gezien als de merrie nog niet gaat vullen, ze beginnen wel al wat uier te krijgen, maar ze gaan nog niet vullen. Ze gaat s'avonds na het werken, gaat die uier volledig weg zijn. Wanneer op een bepaald moment die en je het niet meer weg gaat, dan weten we dat we, dat we, na, dat we een vullen gaan hebben. Zo simpel is het. Als je na het werken niet meer weg gaat, is er een vul. Zo simpel is het. Uh, maar ik zeg het wij, wij waken, en dat het, soms, is dat, ja, soms kunnen we er een keer goed op zijn dat we maar twee nachten uit ons bed moeten. We hebben al geweest ja, dat, dat, drie, dat dat drie weken is. Ja, dat je echt zegt van ja, allez, ze kan vullen, ze kan vullen. Het is niet omdat ze kan vullen, dat ze gaat vullen natuurlijk, maar bij ons het waken dat bestaat erin. Dus vanaf dus het s nachts dus om 10, 12, 2 en 4 uur, 4 uur gaan we krijgen, om de 2 uur gaan we krijgen, ja, of dat we niet zien. En veelal, uh, als de merrie uh, in gang gaat, hey, als, de, als, de geboor, als het geboorteproces begint, begint dat mee, uh, in de, de halstreek, begint de merrie te zweten, begint zijn natte plekken te vertonen. En dan, die zit er dichtbij, dan, die moet niet verder meer gaan lopen. Die moet niet verder meer vertrekken. Ja. En een keer uh, als uh, het vullen geboren is, proberen wij toch uh, zoveel mogelijk ook al, is, is, soms kan dat een, een, zwa een zware bevalling zijn, maar toch proberen wij altijd het vul direct aan het hoofd van de Marie te leggen. Uh, ten einde het contact moeder uh, vullen toch direct op te starten, direct ook al is de moeder nog een beetje onder de indruk van het vul, direct proberen dat vul aan die kop te leggen toch dat ze probeert hey, haar vul af te leggen. zeker bij een jonge Marie uh, dat ze, nie, 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 hey, dat ze ge geen schrik op doen zou ik maar zeggen, van dat nieuw leven dat er in de stal is uh, ook zeker goed zien dat de, de nageboorte volledig 100% is afgekomen, maar dat is, Nefast voor, voor, voor merries. Bij paarden is dat nefast als er een stukje uh, nageboorte of geheel de nageboorte blijft opzetten dat, dat kan dodelijk een afloop hebben als dat uh, als niet tijdig wordt afgehaald en nagespoeld wordt. Uh, het vul, liefst, liefst binnen de twee uur rechtstaan en zuigen. Liefst, natuurlijk, ik zeg het, is dat een keer niet. Je moet alles een beetje bekijken, situatie per situatie. Maar te vlug beginnen uh, helpen bij een vullen dat niet direct zuigt, is ook niet zo goed. Want het vullen wordt wel lui. Als je te vlug begint te helpen, gaat het vullen denken van... Oei, zonder moeite krijg ik ook mijn eten. Kon ik maar laten bedienen. En dat is ook wel de bedoeling. Niet? Dus ik zou zeker wachten van... Probeer zo lang mogelijk natuur zijn gang te laten gaan. Je kunnen echt zien van... ja, Het vullen begint toch iets te verzwakken. Ja, dan moet je natuurlijk niet wachten. Dan moet de biest beginnen opgeven. Uh, de merrie probeert te melken in het maal van het mogelijke. En uh, ja... Ik zeg het, wat wij ook doen, dat is, normaal gezien, de paarden blijven buiten lopen tijdens het vullen Ze blijven buiten lopen. Ze moeten buiten vullen Het is de meest hygiënische omgeving, is buiten. Veel hygiënischer dan in een stal. Wat wij wel doen, is, zodra het vullen geboren is, gaat alles binnen in een stal, in een, in een, in een loslopende, in een, in een box. Dus de paarden gaan in een box en dan moeten ze toch 48 uur, houden we ze daarin, voor volledig controle te hebben over de nageboorte, over het goed, het goed zuigen, het goed, het, goed, het, goed, het goed moederschap. Dat is ook... De, dat ze een beetje gerust gelaten worden door de andere paarden. Dus wij hadden ze de 48 uur binnen. Uh, dat is zeker geen enkel probleem. Uh, langer ook niet, omdat we vinden uh, die ouder worden dan 48 uur en die het goed doen, die worden wat wild, die krijgen wat veel energie en die zouden beginnen problemen krijgen met de wijde afsluiting. Uh, die krijgen een draadvliegen of zo als ze wat oud worden, als ze een paar dagen oud zijn. Daarmee, als ze een kind na 48 uur steken ze ze normaal buiten, uh, ook voor niet meer binnen te komen. Uh, wat dat wij ook doen, <coughs> dat is uh, de vulns zo vlug mogelijk, in de mate van het mogelijke uh, leren gebonden staan. Dat is zo rond de tien dagen, dat is een beetje een historisch gegroeid. Uh, dat is een beetje ja, uh, het vullen eerst mal gebonden zetten in combinatie met terug. Dekken van de merrie eh, op de eerste vele, per, eh, paardigheid eh, na 10 of 11 dagen. Eh, zetten we ook het veulige gebonden. Eh, dat is een leeftijd waarop het vullen zich nog niet echt pijn kan doen. Ze hebben nog niet die macht om, 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 om zotte dingen te doen. Ze kunnen wel een keer trekken, ze kunnen wel een, zich niet een laten vallen. maar ze kunnen niet echt beginnen stampen of, of, of ze hebben nog niet die macht om, om een touw af te trekken of, of, of schade te doen. Allee, dat is ook wel een voordeel. En, als je dat twee of drie maal kort naar elkaar doet, en ik bijvoorbeeld op tien dagen, twaalf dagen, of veertien dagen, dat is een les eh, voor de leven die ze nooit meer gaan vergeten, die ze nooit meer gaan vergeten. Ik zeg het, ik, ik vind nog altijd paardfokken. Eh, paard fokken. Allee, dat, ik, ga, ik ga geen afbreuk doen aan, aan, aan mensen die fokken en verkopen en zo, zeker niet, eh, dat, dat hoort erbij. Maar het fokken geeft toch in mijn ogen veel meer voldoening als een goed paard aankopen. Ja, je moet natuurlijk ergens beginnen. Je moet altijd een paar aankopen voor te starten. Maar een keer als je, moet starten, als je gestart bent met die aankoop, dan vind ik dat je jezelf een tijd moet geven. Dat mag zelfs 15, 20 jaar zijn. Wat maakt dat uit? Fokkerij, daar heb je jaren... De dat is zo. Sommige stallen zijn op generaties gebouwd, niet op één generatie. Dat mocht dat allemaal niet verwachten. Maar wanneer dat zo, een vul, zo een vul geboren wordt, je eigen fok, ja, je hebt je merrie. Je hebt je merrie, je hebt je angst die je erop gekozen hebt. Je hebt een bepaalde verwachting van hoe dat vul er gaat uitzien. Ja, het eerste dat je natuurlijk gaat doen, dat is kijken: is de merrie, is alles goed, is alles gezond? Is het een beetje ja, geworden hetgeen dat ik ervan gedacht had? Dus ja, nu ook, dag vandaag, de kleur is ook een beetje belangrijk. Wat kleur is het geworden of zo. Maar ook, dat moet ik er ook nog bij vertellen: een vul dat juist recht staat. Als je daar naar kijkt, dan zie je wat paard dat we een paar te gaan hebben op vier jaar. Dat kan, als dat een jaar is, als, als je zegt, ik, er worden vullen geboren en dat staat me echt aan, dat is, dat is echt een keer een goed, echt een goed veel. Dat kan zijn dat hij als jaring of als twee jaar u echt niet bekoort. Dat echt zegt van, niet, niet het is, is me geriefd. Maar als hij als vullen bekoord heeft, dat het niet juist recht stond, dan gaat hij als vier jaar terug bekoord. Zo simpel is dat. Ja, en natuurlijk, dat is, ja, is een beetje want Het is geen exacte wetenschap. En dat is, dat is een beetje de spanning die, 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 ja, die erbij hoort. Hé. Maar als, als je, als je de zeker als je ziet, dat je, wanneer dat je een goede moederlijn hebt, en je kunt die moederlijn behouden, of zelfs verbeteren en extra accenten of verbeterpunten aanbrengen, dan voel je als fokker wel gelukt. Dan, dan, dan denk je wel van, ik ben goed bezig. Ik ben goed bezig. En, en als je dat kunt, want het is niet gemakkelijk. Je hebt, je hebt eerst, een stal opbouwen is moeilijk. Maar een goede stal behouden is ook moeilijk. Hé. Het is constant blijven... Wakker blijven en blijven zoeken naar de goede combinaties. En de goede combinaties ja, zijn ook niet altijd, ja, soms, soms zijn er twee volle zussen of twee volle broers, volledig andere paarden. Dat kan, he. maar toch, meestal komt alles wel te een beetje terug naar hetgeen dat je oorspronkelijk had. Dat is wel. Ja. Ook bijvoorbeeld wat je ook had met fokken zeker in ons geval, voor het werken. Als je zo'n merrie hebt, die echt goed werkt, als zo'n merrie, ja, werken moeten ze doen met het hoofd, ze, ze moeten naar je ouder hebben, ze moeten willen werken. En als je dan die aankomelingen hebt, en waar je praktisch zeker van zit, dat die dat ook in hun, in hun hebben, en dat komt in uit, terwijl dat je die jonge paarden aan het opleveren dat je zegt van, oh, kijk eens, het is juist de moeder, of oh, het is juist de vader, of kijk eens, ze doen het even goed, of ze doen het nog beter, ja, dat voelt, dat voelt je wel als volkeren gelukt. Ja.